Een hele goede morgen. Een wandeling op de Kalmthoutse Heide vandaag. De grens van Nederland en België, samen met Peter. Yes, hoi hoi. En die gaat zijn GPS-toestel uitproberen. Oh, hier is een hekje. Wow. Het productiebos zijn we even uit. Een klein stukje hei met vennen. Hoe dit met meer heet, durf ik niet te zeggen. Ja, gaan we nog goed? Voorlopig bijzonder gevarieerd. Nu weer in een bosje. Een paadje langs twee greppels. En de rode dendrons aan de zijkant. En zo gaan we de hei op. In ieder geval de rand ervan. Meestal na een half uur. Een half uur door de plassen lopen, dan is het wel. Omdat dit is te. Jammer. Dit was toch iets te gortig. Even omheen gelopen. En weer een klein bosje. Een beetje die zat in de grens en dat. Weet je, ook een beetje een soort pazig. Het grote meer hebben we hier. Het is vrij droog, dus zo groot is het nu niet. Zo, een stuk droog. Nummer 251. Dus jij bent in België. Koud daar? Koud? Nee hoor, lekker warm in de zon. Ja, hetzelfde als in Nederland. Ook een mooi motto van dit grenspark Kalmthoutse Heide. Twee landen, één natuur. En zo is het natuurlijk ook. Nou, weer weilanden, net als in Nederland. De natte graslanden laten we achter ons. We gaan zo weer wat weilanden zien. Mooi, hè? Lekker boswandelen. Hier ergens moet het huis gestaan hebben, Mont Noir, de zwarte heuvels. Nou, daar is niks meer van te zien tegenwoordig. En verder met het pad. België weer uit, Nederland in, Ossendrechtse hei, militair oefenterrein. Straks bukken voor de kogels. Vroeger was dit intensief oefenterrein, blijkbaar niet meer nodig. Griekelaar Sven. Schitterend.
Ondertussen weer in het Belgische deel van de Kalmthoutse Heide. Net zo mooi. Zeker weten. We zien hem niet, maar daarachter ligt de Putse Moer. Het moeras van het dorp Putten. Oh, we kunnen dus niet rechtdoor, er staan bouwhekken. We gaan naar rechts. Dit is niet van een graanmolen schijnt, maar van een oliebreker. Wat een drukte. En weer naar links. Achter de kudde aan. Aan de andere kant van het afgezette wegdeel pakken we de reewandelroute weer verder op. Een reconstructie van de dodendraad die de Belgen in de tijd in België moest houden. Weg van Nederland. Indrukwekkend. De route gaat hier naar rechts, niet naar het Stappersven dus. Ik zie nu toch weer heel andere dingen. Ja, mooi gebied. Met het Stappersven op de achtergrond. Ja, precies, even vissen. Even zwemmen. Ja, mooi hè. Mooi hè, de Stappersven. De drielingvennen. Dit reepad van de Kalmthoutse Heide heeft heel wat meer vennen en grotere vennen dan sommige etappes van het Brabants Vennekespad. De Big Five zijn er ook. Links de inheemse Grove Den, het Korte Naalden. En rechts een van de buitenlandse Corsicaanse of zeedennen. En weer in het bos. Vroeger productiebos voor stutten van de mijngangen. En voor de industrie, voor de brandstof. En nu gewoon mooie natuur. Het reepad eindigt hier. Jawel. Dus terug naar de auto en naar huis. Precies. Het eten is, geloof ik. Bedankt voor het meekijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.